Hallo allemaal, heel hartelijk welkom bij een nieuwe Pokémon Go video op Crazy Coon. Heel tof dat je weer kijkt. De Johto Tour komt er heel snel aan. Zaterdag 26 februari zijn alle 100 Pokémon van de Johto regio shiny te vangen. En om jou te helpen je optimaal voor te bereiden op de Pokémon Go Tour Johto, behandelen we in de video van vandaag 5 dingen die jij sowieso moet weten over de Pokémon Go Tour Johto. Het eerste dat je voor jezelf moet gaan bepalen is of je met of zonder ticket de Pokémon Go Tour Johto wil gaan spelen. Want er zijn grote verschillen tussen de Pokémon Go Tour Johto met ticket en de Pokémon Go Tour Johto zonder ticket. De prijs van een ticket is ongeveer 12 euro. En met een ticket krijg je een heleboel extra's. Waaronder een speciale research, een grotere kans op shiny Pokémon en een speciale Celebi. En over die Celebi komt later in deze video ook nog meer. Nummer 2. Goud of zilver? Het was natuurlijk al de grote vraag toen de tweede generatie Pokémon games uitkwamen voor de Game Boy Color. Ga je voor Pokémon Gold of ga je voor Pokémon Silver? Als je een ticket koopt voor de Pokémon Go Tour Johto, ga je dezelfde vraag moeten beantwoorden. Ga je voor Gold of ga je voor Silver? Tijdens de Pokémon Go Tour Johto bepaalt de kleur die je kiest, namelijk welke Pokémon worden aangetrokken tot incense en welke Pokémon een grotere kans hebben om shiny Pokémon te zijn als je ze tegenkomt. En net zoals in de games zullen dus bepaalde Pokémon niet verschijnen op incense afhankelijk van de versie die je kiest. Deze Pokémon kun je wel in het wild nog tegenkomen, maar die kansen zijn wel minder groot. Dit zijn de details voor beide versies. Als je de gouden versie koopt, zijn de exclusieve Pokémon Spinarak, Gligar, Teddy Ursa en Mantine die worden aangetrokken door de incense. En je hebt een grotere kans op de volgende shiny Pokémon: Chikorita, Totodile, Cyndaquil, Spinarak, Igglybuff, Natu, Hoppip, Sunkern, Misdreavus, Wobbuffet, Gligar, Shuckle, Teddy Ursa, Swinub, Mantine en natuurlijk de Gold Version Exclusive Ho-Oh. Ho-Oh verschijnt op de dag zelf trouwens in raids voor iedereen, mensen met ticket en mensen zonder ticket. Als je de zilveren versie hebt, krijg je de volgende exclusieve Pokémon: Ledyba, Delibird, Skarmory en Vampy op de incense. En in de zilveren versie heb je de volgende grotere kans op shiny Pokémon: Chikorita, Cyndaquil en Totodile zijn daar ook bij. Verder heb je kans op Ledyba, Cleffa, Sudowoodo, Hoppip, Yanma, Pineco, Delibird, Skarmory, Houndour, Vampy, Miltank, Larvitar en natuurlijk de zilveren exclusive op de Game Boy, Lugia. En ook Lugia verschijnt tijdens de Pokémon Go Tour Johto in raids en is beschikbaar voor iedereen, maar met een verhoogde shiny kans als je de zilveren versie koopt. Nummer 3. Wie wordt nou je starter? Want net zoals in de games zul je tijdens de Pokémon Go Tour Johto niet alleen een versie moeten kiezen, maar ook bepalen welke van de 3 starter Pokémon jouw starter wordt. Dus ga je voor Chikorita, ga je voor Cyndaquil of ga je voor Totodile? Volgens alle updates die we tot nu toe hebben gehad, gaat je starter Pokémon je helpen met het voltooien van bepaalde research tasks. Maar er is op dit moment nog niet bekend of de keuze voor een bepaalde starter ook betekent dat je een bepaalde research krijgt die je met andere starter Pokémon weer niet krijgt. Wat ik hier ga doen? Waarschijnlijk ga ik voor Totodile, want de waterstarters zijn altijd mijn favoriete Pokémon geweest. Wat gaat jouw starter worden? Laat het me weten in de comments. Ik ben super benieuwd. Nummer 4. Denk om de habitats. Net zoals tijdens Pokémon Go Fest, zal ook tijdens de Pokémon Go Tour Johto elk uur een andere habitat beschikbaar zijn. En iedere habitat trekt weer bepaalde Pokémon aan die in de games in dat gebied voorkomen. Elke habitat duurt een uur en komt per dag 2 keer voor. En door in elke habitat te spelen, zul je een groot deel van de collection challenges die je met een ticket voor de Pokémon Go Tour Johto krijgt, makkelijk kunnen voltooien. En voordat we gaan kijken naar welke habitats wanneer precies voorbij komen, zou ik je willen vragen om de video te belonen met een duimpje omhoog als je hem tot nu toe tof vindt. Elke duimpje omhoog helpt weer met het verspreiden van de video en zorgt ervoor dat die terechtkomt bij andere Pokémon Go trainers. En dit zijn dan de habitats en de Nederlandse tijden waarop ze voorbij gaan komen.
Om te beginnen, New Bark Town. Die komt om 9 uur 's ochtends voorbij tot 10 en om 2 uur 's middags tot en met 3 uur 's middags. Violet City is het tweede habitat van 10 tot 11 en van 3 tot 4. National Park is dan de volgende van 11 tot 12 en van 4 tot 5. Goldenrod City van 12 tot 1 en van 5 tot 6. En Mount Silver is de laatste van 1 uur 's middags tot 2 uur 's middags en van 6 uur 's avonds tot en met 7 uur 's avonds. Tijdens deze habitat zul je dus elke keer andere Pokémon kunnen vangen, dus probeer sowieso minstens 1 keer elke habitat mee te krijgen voor onder andere de collection challenges. Tip nummer 5. Vang Celebi tijdens het event. Ik noemde in de eerdere tips Celebi al. Tijdens de Pokémon Go Tour Johto krijg je een speciale research die je, als je hem voltooit, een Celebi oplevert die een speciale quick move kan. Deze fast attack kent Celebi echter alleen als je hem vangt op de dag van de Pokémon Go Tour Johto, dus op 26 februari. Vang je die Celebi dan kan hij de speciale fast move Magical Leaf. En Magical Leaf is een speciale aanval die voor het eerst in Pokémon Go voorkomt. Dus een Celebi die deze aanval kan, is zeer zeker zeldzaam en dus een echte collectors item. En dat waren de 5 tips, maar ik heb er nog een bonus. Nummer 6. Spelen met vrienden is een stuk leuker. Want net zoals in de games zul je je vrienden nodig hebben om alle collection challenges te voltooien. Want een deel van die collection challenges zal waarschijnlijk worden het ruilen van bepaalde versie-exclusieve Pokémon. Dus probeer te coördineren met mensen, spreek met mensen af en spreek ook af wie welke versie koopt, zodat je elkaar samen kunt helpen om het beste te maken van deze Pokémon Go Tour Johto. Dat waren 5 dingen over de Pokémon Go Tour Johto die jij echt moet weten, samen met dus nog een 6e bonus tip om het event sowieso tot een groot succes te maken. Zijn er nou nog dingen die jij super graag zou willen weten over de Pokémon Go Tour Johto? Drop ze dan zeker in de comments. Ik ga daar comments beantwoorden. Maar wie weet zie je je vraag ook terug in een volgende Pokémon Go video. Voor wie de keuze tussen Gold en Silver tijdens de Pokémon Go Tour Johto nog moet maken, heb ik deze video die keuze een stuk makkelijker gaat maken. En dan toppers, super hartelijk bedankt voor het kijken naar deze video. Heel graag tot de volgende. How do?